Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tiltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik loop in de Benisse. Het is zondagmiddag en het is echt but weer is het. Het is echt ontzettend slecht weer is het. Ik zal even laten kijken, zo ziet het weer eruit momenteel. Daarom loop ik ook met een paraplu loop ik. Nou, fantastisch joh. Twee filmpjes opgenomen. En ik heb weer problemen met mijn camera. Hij doet het vandaag weer niet. Ik heb gewoon mijn camera heb ik gewoon uitgezet. Weer terug in de tas gedouwd. En ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik ga zo lekker naar huis toe. Ik heb het helemaal gehad. Ik denk, nou, ik ga even lekker nog even een buitenvlogje opnemen. Maar ja, het zit er weer niet in. Kijk jongens, het regent echt keihard. Regent het, ik weet niet of je dat op beeld goed kan zien. Maar goed, in ieder geval dacht ik bij mijn eigen, ja, ik krijg lekker het heen en weer. Ik wou nog even live gaan op TikTok. Dat kon ook niet, want mijn internet is te instabiel. Echt, het is niet te geloven. Wat een enorme tegenslagen weer. In ieder geval, ja, ik dacht bij mijn eigen, ja, jullie kunnen het hele week krijgen. Ik ga toch nog eventjes naar buiten toe. En ik ga toch nog even filmen. En ondanks dat mijn camera het niet doet, dacht ik bij mijn eigen, joh, weet je wat jullie kunnen krijgen? Ik pak gewoon mijn telefoon. Ik ga gewoon met mijn telefoon even filmen. Ik hoop dat het lukt. Maar dan ga ik maar eventjes met mijn mobiel even filmen. Want camera is even out of order. Ik ga thuis wel even kijken wat er mee los is. En trouwens, ja, een telefoon. Daar kan ik ook mee opnemen. Dus dat is wel mooi meegenomen. Anders had ik hier echt helemaal voor niks gekomen. Ik denk, nou, dan ga ik nog even live op TikTok. Misschien lukt dat nog eventjes. Nee hoor, dat ging ook niet. Want ik had geen goede internetverbinding. Had ik. Nou, kijk eens hoe prachtig het hier uitziet. Fantastisch. Dus tegenslagen op een druilerige zondagmiddag. Ja, 2 weken ben ik even ziek geweest. Ging er niet heel erg goed. Paniekaanval gehad. Nou ja, paniekaanval ook niet echt. Ik had pijn in mijn keel. Ik had moeite met slikken. En daar kreeg ik benauwd van. En ja, dan raak je een beetje in paniek. Hè? Dan raak je een beetje in paniek. Dus ik denk bij mij, nou ja. Dus even kijken hoe het zondag is. Ik wou eigenlijk toch nog zondag eventjes filmen. En dat is me gelukt in ieder geval. Het is wel heel erg druilerig. En een enorm slechte dag uitgekozen. Voor een wandeling. Maar goed. Ik denk dat ik dadelijk in de auto gewoon even nog even verder ga. Want ik heb nog een aantal dingen te vertellen. Een paar huishoudelijke mededelingen. En als ik dat nu doe. Dan maak ik elke keer de thuisvideo's. Daar word ik een beetje helemaal gek van. Ik wou echt even naar buiten. Ha, het is echt herfst nou jongens. Alles komt een beetje. Eigenlijk komt alles een beetje laat momenteel. De zomer die bleef nog langer aanhouden. We hebben eigenlijk in oktober hebben we nog prachtig weer gehad. Schitterend, zelfs zon gehad. Zelfs dat je zonder t-shirts kon lopen. Nou, dat is eigenlijk het moment eigenlijk dat de herfst komt. Nou, de herfst die komt nu, dus in november. Nou, december, dan gaat het normaal altijd vriezen en koud en zo. Nou, dat zal denk ik in december zal denk ik ook nog dit weer wezen. En dan krijgen we in januari kou, denk ik. Alles loopt gewoon een maand achter momenteel. Heel gek, heel raar, heel vreemd. Maar goed, hier ligt nog een hele grote tak. Daar ligt nog een hele grote tak daar zo. Ja, ik heb nog een hele hoop dingen te vertellen. Ik ga jullie nog wel eventjes, op de hoogte houden. In ieder geval, even lekker nog even een wandelingetje. Heerlijk. Ik had wel echt wel weer even zin om even naar buiten te gaan. En de rest ga ik dadelijk wel even in de auto opnemen. Ik ben nu alweer op weg terug naar de auto. Naar de parkeerplaats waar mijn autootje staat.
Ja, het is echt bar en boos, hè. Kijk eens van de regen, jongens. Het is echt een regenachtige dag. Feyenoord speelt dadelijk om 2:30, dus ik moet dadelijk ook weer een beetje op tijd thuis zijn. En vanavond is het Ajax PSV volgens mij. Ja, volgens mij was het Ajax PSV. Ajax speelde thuis tegen PSV. In ieder geval Ajax tegen PSV. En die wedstrijd wil ik ook nog wel even kijken. Morgen weer werken. Ja, nog maar een paar weken, jongens. 3 weken ongeveer nog. En dan, ja, iets meer dan 3 weken. En dan is het voor mij klaar voor dit jaar. Dan kan ik eindelijk van mijn vakantie gaan genieten. En dan kan ik lekker filmpjes maken. In ieder geval ga ik dat zeker weten, ga ik dat doen. Dan heb ik ook wat meer tijd. Nou, hier de dijk naar Simonshaven toe. En dan heb je hier weer die parkeerplaats. Ja, de weg zeg maar naar de parkeerplaats waar de auto's staan. In ieder geval, ja, het is echt verrot weer, jongens. Oh. Storm en wind, hagen en regen. Ja, het is echt bar en boos. Maar goed, ik ben er toch even lekker uit geweest. Toch nog even een buitenvlogje opgemaakt, hoe klein die ook is. Sorry daarvoor, maar het is echt enorm slecht weer vandaag. Ik ga later, in december, ga ik wel weer wat vaker naar buiten. En dan hoop ik nog een paar mooie droge dagen te hebben om nog even lekker wat te filmen. Ja, ik ben eigenlijk ook overal een beetje geweest, hè. Wat eigenlijk leuk is. Ik ga wel eventjes kijken of dat ik nog wat leuke plekjes weet om naartoe te gaan. Nou jongens, kijk eens. Wat een weer, hè. Het is echt bar en boos. Nou, daar kwam ik net vandaan. Daar ook, daar kwam ik vandaan. En we gaan dus die kant op. Hé. Het is echt bar en boos. Wat een verrot weer, hè. Maar goed, in ieder geval dadelijk bijna bij de auto. Dan ga ik lekker de kachel aanzetten. Oh, wat zal ik genieten van de kachel. Het is echt ontzettend koud, is het. En dan gaan we vanzelf gaan we wel even kijken. Ga ik nog eventjes wat dingetjes wil ik nog wel vertellen. En ja. Het is echt koud. Gauw naar binnen. Gauw naar de warme kachel. Jeetje, zeg hé, verrekkig. Maar goed, in ieder geval, daar is de auto, daar zie je al een stukje van mijn gele autootje. Dan gaan we lekker naar binnen toe en dan gaan we daar even de vlog verder afmaken. Want het is buiten echt verrot slecht en ontzettend koud. Wat is dit nou weer, joh? Wat is dit nou? Hé, hey, pompoenen. Voor mij hebben ze hier Halloween gevierd. Kijk, ze hebben hier Halloween gevierd hier. Kijk, ik leg allemaal pompoenen of zo. Nou, iemand die wou van zijn Halloween spullen volgens mij af. Maar goed, in ieder geval, daar staat mijn autootje. Zonder mijn kenteken te filmen. Daar zo dus. En we gaan even naar binnen toe. Zo, nou, inmiddels zitten we in de auto. Het is echt, het is bar en boos. Het is zo ontzettend slecht weer. Ik weet niet of jullie het horen. Maar ik heb de kachel even lekker aangezet. Lekker warm hier ook. Dus ja, in ieder geval is het in ieder geval, ben ik weer lekker binnen. Lekker de kachel aangezet. Het is echt geen weer om buiten te zijn. Toch, ik ga het toch nog heel even proberen. Misschien een kleine kans dat het lukt. Maar het is gewoon zo verschrikkelijk slecht weer dat het gewoon, het is gewoon niet te doen. In ieder geval, jullie hebben het in de vorige vlog als het goed is gezien. Ik ben op TikTok, ben ik. Dus wil je nog, wil je maar alsjeblieft even toevoegen. Want ik heb nog een heleboel volgers nodig. Ik heb inmiddels, heb ik al, in ieder geval 1500 heb ik in ieder geval op. Maar ik wil natuurlijk zo ver mogelijk eindigen. Dus abonneer even op mijn TikTok. Volg mij even op TikTok. Het adres staat hier, hier ergens onderin. Staat het adres. En in ieder geval ben ik nu momenteel. Ja, we zijn de laatste weken zijn we echt volop met TikTok bezig. Ramon is er eigenlijk mee begonnen eigenlijk.
En ja, toen ben ik er eigenlijk mee begonnen. En ik heb eigenlijk weer Joost aangestoken. Dus ja, in ieder geval zijn we ook heel vaak live. Dus vind je het leuk om een keer een livestream te zien van mij? Dan moet je even naar TikTok gaan. Want momenteel ben ik op TikTok echt heel veel live ben ik. Ja, dat zou in ieder geval hartstikke tof wezen als je mee zou doen. Ik denk niet dat dit blijft staan. Nee, dit blijft... Ja, verdorie, hij blijft nog staan ook. Moet wel mijn stuur niet bewegen. Want anders dan klettert mijn telefoon op de grond. Maar in ieder geval, volg mij even op TikTok. Het is als het goed is, apenstaartje, it's Ultrex. Ja, echt gewoon lachen, gieren, brullen. Ik zit er altijd meestal met Ramon en met Joost. Zit ik daar wel eens... Of de meeste keren zit ik met Joost en mijn dinges. Ik wil er ook voor zorgen dat de groep groter wordt. Dat er meer mensen komen. Want ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde natuurlijk. Dus dat gaat vanzelf gaat dat wel goed komen. Ja, het is in ieder geval ontzettend slecht weer. Ik heb het lekker. Inmiddels begint het lekker warm te worden. Het begint nu een beetje rendabel te worden. Ik steek even een sigaretje op. Dat mag ik trouwens niet doen op TikTok. Als je in een livestream een sigaretje opsteekt, dan krijg je weer een waarschuwing. Daar word je echt helemaal scheidziek van. Maar goed, in ieder geval ga ik ook lekker naar het voetballen toe. Oh, het is al 2:30, dus Feyenoord is inmiddels ook alweer begonnen met voetballen. En ja, de rest van de avond weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval vanavond ga ik me wel heel even TikTokken. Kijken of er iemand op is. Ramon die is pas heel laat, als het goed is. Ja, we gaan het vanzelf gaan we dat wel zien. Ik in ieder geval, ja, dit was even een vlogje. Ik wou toch nog even een buitenvlog opnemen. En dat heb ik bij deze dus, ondanks alle troubles die ik gehad heb. Camera stuk, slecht weer. Is het me toch gelukt. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. December komen er meer video's van mij. Want dan ben ik meer vrij. En dan kan ik meer vrije tijd om wat op te nemen. Dus het gaat helemaal goed komen, jongens. Het gaat helemaal goed komen. En we gaan nog een paar keer naar de Efteling. Hè? Dus dat gaat ook helemaal goed komen. Jullie hebben het in de vorige vlog gezien. We gaan binnenkort gaan we naar de Efteling toe. Want ik heb een tijdslot gereserveerd voor mijn boek van Spookslot. En ja, als we dan het boek gaan we dan ophalen in de Efteling. Als ik het boek ga ophalen, ja, om even 2 uur te rijden om een boek op te halen. We maken, plakken er gelijk maar een Efteling dag tegenaan. En dan gaan we nog even, een videootje opnemen. Volgen eventjes. Ik hoop dat mijn camera het inmiddels dan weer doet. En dan gaan we ook nog even naar de Efteling toe. En later zal ik een hele vlog besteden aan het boek van Spookslot. Want dat wou ik ook nog even reviewen. Dat is misschien wel heel erg leuk om te doen. Misschien hebben sommigen al het boek en sommigen hebben het al ook eens, volgens mij al op andere YouTube kanalen gezien. Die hebben dat ook gedaan, maar ik vond het ook wel even leuk om een reviewtje te doen van het Spookslotboek. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Abonneer op It's All Tracks. Volg mij ook op TikTok. Dat zou ik wel ontzettend leuk vinden. En ik zou zeggen jongens, abonneer, liken, belletje drukken voor de notificaties. En dan komt het allemaal helemaal goed. Jongens, groetjes van deze kant en tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.